Een hele goede avond, zou je bijna niet zeggen, maar het is nog steeds licht. De zomertijd is namelijk ingegaan. Even wennen we je ook met de onregelmatige diensten, maar daar komen we wel weer bovenop. Deze week hele leuke dingen meegemaakt. Ik ben met een van mijn cliënten naar de dierentuin geweest. Het was superleuk. Een van haar wensen was om nog een keer iets met dieren te doen. Het was in het kader van haar behandelplan. Daarnaast ook iets super tofs, en dat gaan jullie zo meteen zien. Kon ik in gesprek met staatssecretaris Blokhuis. Die kwam bij twee van onze afdelingen met het top GGZ keurmerk. Nou, dat was superleuk. Ik heb ook nog even een minuutje zelf met hem kunnen praten. We hebben het even kunnen hebben over de verpleegkundige toekomst. Tenminste, we willen nieuwe collega's in de GGZ. Ik vond het superleuk om te doen, dus kijk even mee. Willem, ik ben verpleegkundige bij Altrecht. En leuk dat ik met u een stukje mag opnemen vandaag. U bent hier vandaag bij de top GGZ, het keurmerk, bij de gecertificeerde instelling Rindveld en Eikenboom geweest. Ja. Wat is uw beeld van vandaag? Wat heeft u allemaal gezien? Nou, het is heel mooi dat wij deze morgen een mooie kijk in de keuken hebben gekregen. Toelichting van de hulpverleners, van de professionals, maar ook gesprekken met cliënten. Dat vond ik een hele mooie toegevoegde waarde. Ja. Om te horen hoe mensen bij Rindveld en bij Eikenboom allebei het aanbod hier ervaren. En dat is heel positief. Okay. En niet voor niks, denk ik, omdat mensen zien dat zij als mens worden gezien. En ze zijn dan heel lang voor het traject hier dan terecht gekomen. Ze hebben een hele voorgeschiedenis, maar ze voelen zich hier heel serieus genomen. En ze zien ook perspectief en dan bewijst de top GGZ wel zijn waarde, denk ik. Kijk, dat is heel mooi om te horen. En ook leuk dat hij ook cliënt heeft gesproken. Ja, vind ik zelf heel mooi toegevoegde waarde. Dat is altijd leuk inderdaad. Heb je nog verpleegkundigen gezien? Ik heb volgens mij alle soorten en maten gezien die hier aan de aanbieding zijn. Dus alle aanbod. Dus echt een hele goede kijk in de keuken. En in een vrij korte tijd, eigenlijk te kort, want ik heb nog heel veel vragen. We hebben heel veel kunnen bespreken. Maar een goede indruk. Ook gehoord waar knelpunten zitten met wachttijden. Maar ook waar allemaal kansen liggen. En ik ga wel blij weg. Want ik spreek met mensen die hier hulpverlening krijgen. En die perspectief zien in hun leven, nou daar doen we het voor volgens mij. Nou, dat is hartstikke fijn om te horen. Ik ben blij dat u een geslaagde ochtend heeft gehad. Heeft u ook alles kunnen laten zien, of ik moet naar u kijken. Heeft u ook alles vandaag kunnen laten zien wat u wou laten zien van uw eenheid? In ieder geval een impressie kunnen geven. Ja, dat we ernstig zieke mensen met hele complexe problematiek behandelen. Die al een heel voortraject achter de rug hebben. En dat we proberen hier alsnog de wending te maken, inderdaad weer naar perspectief. En dat we proberen om dat ook zo goed mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen. Steeds opnieuw te kijken, waar kan het nog beter? Ja. Kijk, dus we kunnen spreken van een geslaagde ochtend zo. Wat mij betreft. Dan had ik begrepen dat Ellen nog wat voor u heeft, de staatssecretaris Blokhuis. Ik wil u graag wat aanbieden. Dit is de positiepaper Top GGZ. What? Die hebben we geschreven en die is ook mede ondertekend met alle adviseurs die met ons meedenken en werken. En ondertekend door alle raden van bestuur van de instellingen waar de Top GGZ afdelingen onderdeel van uitmaken. Het gaat over de toegevoegde waarde van Top GGZ voor de patiënten, voor het vakgebied en voor de maatschappij. What? En we beschrijven ook de bekostigingsproblematiek waar deze afdelingen mee kampen. En we doen natuurlijk een beroep op u om ons erbij te helpen, om die te helpen oplossen. Ja. En ik wil u heel erg bedanken voor uw bezoek vanochtend. Nou, het was mijn genoegen en wat mij betreft pleit het voor deze dames dat ze het geen eens over bekostiging gehad hebben. We hebben het over de inhoud gehad, maar ik weet dat het een probleem is. Dat weet VWS, daar gaan we ook serieus naar kijken. Heel fijn. En dit is niet alleen een document van Altrecht, maar van alle top-GGZ-afdelingen samen. En die hebben allemaal mede ondertekend. Ik kan tegen de mensen van Altrecht zeggen dat ze trots op jullie kunnen zijn. Jullie zijn zo goed bezig. Goed zo. Voor die precies. Dank u wel voor het werkbezoek. Nou, ik hoop dat jullie ontzettend hebben genoten weer van de vlog. Over 3 weken gaan jullie me waarschijnlijk weer zien. En hopelijk met nieuwe avonturen. En ik wens jullie in ieder geval een hele prettige tijd aankomende periode. Tot ziens.